come on. You gotta do what you gotta do. Voor een dollar mag je met hem op de foto. En dat doen de toeristen maar al te graag. What do you think of the naked cowboy? He's so hot. Al bijna net zo beroemd als het vrijheidsbeeld. I wish I was in his boots. Maar aan de andere kant van Times Square, concurrentie. And I'm the naked cowgirl, yeah. I'm in show exposing my titties and my cute ass too. Ja, een dame van diep in de 60. Ze trad al op in piepshows toen Times Square nog een rosse buurt was. It used to be a stripper here. Yes. And now you're stripping again. Hello. They took me out of the clubs, but I'm doing it right here, right on the street. If that isn't God. Maar de Naked Cowboy sleept haar voor de rechter. Hij zou een octrooi hebben op zijn naam en look. I have no personal, it's just business. She's doing something that's illegal, using my thing, that's all. Wie hem na wil doen, moet zich inkopen, een franchise ondernemer worden. Maar dat was onze stripper niet van plan. McDonald's is a franchise. Yeah. The cowboy is just a man who comes out in his fucking tidy whities. And he's a franchise. Nu spant de cowboy een kort geding aan en hij klinkt ook al echt als een advocaat. We had sent a cease and desist when we recognized that she was commercializing and promoting herself as the naked cowgirl, which is a property of myself. Maybe he should just show an ass crack or show a ball or something to make himself a little bit, instead of suing fucking innocent strippers like myself. Wordt vervolgd bij de rechter. De oorlog van de cow people gaat nog wel even door. Alleen maar meer plezier voor de toeristen hier. Erik Mouten, RTL Nieuws op Times Square. You know, thank God.